Kindertijd kon naar boven schalen. Kindertijd, niet jeugd. Oenemeloen. Bo! Rijd erg snel, Sirella! Hey! Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag heb ik een superleuke video, want vandaag heb ik voor jullie mijn top 5 favoriete tv-series toen ik klein was. Ik wilde al super lang deze video maken en ik dacht bij mezelf, ik ga het vandaag gewoon doen. Ik heb zin om op te nemen en ik ga deze video gewoon doen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en laten we gelijk naar de eerste gaan. Nummer 1 is natuurlijk Lilo en Stitch. Het gaat over een meisje die in Hawaii woont en zij heeft een vriendje en die heet Stitch. Hun gaan tegen monsters vechten, tegen kwaadaardige monsters. Ze woont in Hawaii en wie wil nou niet in Hawaii wonen? De zon, de strand, het zee, heerlijk. En ik vond het altijd super leuk om naar te kijken. Toen ik vroeger klein was, soms ook nog wel eens een beetje eng. Omdat er soms best wel rare, creepy monstertjes in zitten. En vroeger dacht ik altijd dat ik Stitch kon kopen of kon hebben. Want het was zo'n leuk, bewegend, schattig poppetje met of zoiets. Ja, het geluid kan ik gewoon echt niet nadoen. Ik dacht altijd dat ik Stitch kon kopen, maar helaas, het kan niet. Ik wil hem altijd zo graag als vriendje hebben. En ik dacht, dan kan ik lekker met hem naar buiten, naar de dierentuin, naar de speeltuin. Maar totdat ik oud genoeg werd en mijn moeder zei, dat ken ik niet. Ik kan hem alleen maar in een knuffel kopen. Ja. Het doet nog steeds een beetje pijn. Op nummer 2 staat natuurlijk Pippi Langkous. Dat vond ik vroeger zo leuk om te kijken. Pippi Langkous, een meisje met oranje haar. Met van die vlechtjes die zo recht op stonden. En ik wilde dat ook altijd vroeger als klein kind. Ik dacht zoiets van, yeah, dat is leuk. Ik wil ook van die staarts. Maar het lukte nooit, want bij mij zakt het altijd naar beneden. En ja, het is gewoon leuk. Het is een meisje en een jongen als vriend hebben. En ze gaan op avontuur. En Pippi Langkous heeft een witte paard, een aapie. En wat at ze? 9 van de 10 keer at ze snoep. Het was gewoon snoep. En ze had altijd gaten in de sokken en gaten in de broek. En het was gewoon zo leuk om Pippi Langkous te zien. En Pippi Langkous ging soms wel eens vechten tegen piraten. En had ze een supercoole boot. En dan zat ze er. En had ze die kompas in de handen. En met die kip op het zwaard. Dat zat de zwaard. En dan ging soms de kip op. En dan ging ze dat eten. Geweldig. Maar als je het nu terugkijkt, is het. Het komt gewoon. Je jeugd komt weer naar boven. Het is gewoon heerlijk. Jeugd. Je jeugd. Je kindertijd komt naar boven schalen. Kindertijd, niet jeugd. Oenemeloen. En ik heb het liedje nog gehad. Ging mocht me altijd. Hi, Pippi Langkous. En heet ze lezen op Sasa. Hi, Pippi Langkous. Ze doet altijd mee of zoiets. Ik ken het niet verder. Op nummer 3 staat natuurlijk Ernst, Bobby en de rest. En het liedje van Ernst, Bobby en de rest ken ik ook wel. Het ging volgens mij altijd Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. En dat was altijd zo leuk om naar te kijken. Ik vond Ernst, Bobby en de rest altijd leuk om te kijken. Omdat ze ook soms naar een boer gingen. En dan gingen ze dingen vragen en onderzoeken. Het waren eigenlijk een soort van speurneuzen. Maar Ernst, Bobby en de rest was altijd comedy. En er zaten liedjes in. En ze gingen dingen soms wel testen en dingen doen. En het was echt gewoon ook een leuke serie. Alleen, ik heb me niet heel veel meer herinneren. Slecht bezig, Sirella. I know. Op nummer 4 staat natuurlijk Totally Spies. Wie kent Totally Spies nog niet? Het wordt nog steeds uitgezonden, dat weet ik. En vroeger keek ik het altijd. En dan gingen ze altijd op missie. En gingen ze dat doen. En dan werden ze verliefd. En het leukste aflevering kan ik me nog wel herinneren. Toen Sam een puppy had gevonden. En ik weet niet of ik haar zo goed zeg. En dat je dan Garrett had, als ik het zo goed zeg. En dan waren ze bijvoorbeeld aan het winkelen, aan het shoppen. En ineens bam, viel de grond weg. Of werden ze in de lucht gezogen. En ineens bam, waren ze bij het hoofdkwartier van Garrett. En dan kregen ze missies. En dan kreeg je een stukje te zien dat er een kwaadaardig iemand andere meiden in de bus opsloot. En dan gingen hun daar naartoe zo pa pa pa. En dan gingen ze gewoon verhelpen. En soms hadden ze de moeite mee, kregen ze ouwe, gingen ze oh. En soms was het gewoon poep, opgelost. En toen kwam Alex, een meisje met de blond haar. Ik weet niet of ze zo heet nog. Maar toen kwam zij en altijd werd zij wel verliefd. Ik kreeg altijd van die hartjes in de ogen. Leuk om naar te kijken. Alleen mijn ouders werden er wel altijd gek van als ik Nickelodeon keek.
Kan je nou weer aan het kijken? En dat mocht ook nooit om van ons. So want to your dream now, baby. Here we go, go, go. Here we go, here we go. Just another coming here in the end show. Here we go, here we go. So let's go to the end of the show. Ik weet helemaal niet, ik kan alleen maar het refrein. Here we go. Als het nummer erop kwam, zat ik wel een beetje mee te zingen en te kijken. En dacht ik ook wel, kan je die leren pakjes die hun hebben ook kopen in de winkel? Ik vond het altijd cool om dat te hebben. Dacht, dan ben ik echt cool op school. Maar zelfs dat kan ook niet. Alleen bij K3. Kom uit bij nummer 5. En dat is de Teletubbies. Dat keek ik ook echt als babykind zijn. Zelfs toen ik eind van de basisschool zat, dus in groep 8, keek ik soms nog wel eens Teletubbies. Gewoon omdat ik het leuk vond. Omdat ik wilde altijd die cookies proeven. Die cookies en die stofzuiger. Dat vond ik zo leuk altijd. En dan had je de Dipsy. Lala. Boom. En dat vond ik zo schattig altijd. En ik had vroeger een knuffel van Dipsy volgens mij. En dat vond ik zo superleuk. Die knuffel, als je dan hype hebt, een soort van televisie of zo. Van die glimmende dingen hadden ze op die buik, van die vierkante dingen. En als je dan zo ging met die knuffel, ging het helemaal glimmeren. En dan dacht ik, oh, ik heb echt een Dipsy. Maar hij praatte nooit terug. Ik wilde altijd al die koekjes proeven. Hoe dat smaakt, dat zag er zo lekker uit. En als ik er nu aan denk, dan krijg ik zo'n gevoel van, waar kan ik die koekjes halen? Ik wil ze proeven. Dan zat het zo lekker in die stofzuiger. Echt. I love the Teletubbies. En altijd de zon die opkwam. En de zon die onderging. En dan zag ik ze zo op die heuvel rennen. Woehoe, ik vond dat zo leuk. Of steppen. En toen ik werd geboren, hebben mijn ouders een Teletubby boekje gemaakt. En volgens mij ligt die onder. Dus ik ga hem even pakken. En mijn ouders zeiden toen een keer van dit. Als jij dit ziet, ben je echt blij. En het heet Teletubbies op de step met Bo. En jij bent erbij. En ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Maar ik heb het... Toen ik 6 was, wordt eerst gelezen. En er staat Teletubbies op de step met Bo. Dit boek is van Sarella, gekregen van papa en mama. Op 25 december 1998. Dus ik was toen 2 jaar. Ik ga gewoon een klein stukje voorlezen. Want als ik dit zie, dan denk ik echt iets van... Ik heb mijn eigen Teletubbie boek. Ik ben 20 jaar oud, ja. Er staat hier. Op een dag in Teletubbieland. Riep Bo op haar step en Sarella zag haar gaan. Kijk hoe leuk. Even serieus, en zo gaat heel het boek eigenlijk gewoon. Hoe leuk. En dan zie je mijn naam. Kijk uit, Sarella. Fudi, Fudi, Fudi. Dan staat hij ook letterlijk. Fudi, Fudiet. Fudiet, eigenlijk. En Teletubbies, kijk uit. Echt, als ik dit zie. Oh, wat is dit, Bo, toch graag. Bo, rijd erg snel, Sarella. Thank you, Inky. Van Sarella. Kijk nou hoe leuk. Oh ja, en zo gaat het wel een paar verder. En op het laatst staat er op de step met Bo. Wat een feest. Plop, 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 plop. En Teletubbies houden erg veel van elkaar. En van Sarella. Yay, de Teletubbies houden van mij. Kijk hier. Dit is toch zo super cute. En er staat hier ook echt. Het zonnetje lacht. De lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Pep, pep, pep. Bo rijdt lekker snel. Haar step hoog en laag, op en neer en in het rondte, in en uit. En heel snel vooruit. Dus Twinkie Winkie, Dipsy, Lala en jij kunnen maar beter oppassen. Oké, ik heb per ongeluk de laatste beelden verwijderd. Dus helaas kon ik niet zeggen dank jullie wel voor het kijken. Dus ik moet hem eventjes zo filmen. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer nog wel even op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou volgende week woensdag of zondag bij een nieuwe video. Doei!